seizoen 10 van The Voice. 10 jaar jubileum en dan mag jij gelijk aan de slag. Ja, ik mocht meteen instappen en dat is heel luxe. Eigenlijk alles wat hier binnen te zien is, heb ik de afgelopen maanden allemaal via mijn laptop bekeken. Want ik moet me natuurlijk wel inlezen en inkijken, ja, op 10 jaar The Voice. Maar ik ben er heel trots op dat ik erbij mag zijn. En Martijn, wat doet het met jou dat The Voice na 10 jaar het nog steeds zo goed doet? Ja, dat is heel erg prettig en aangenaam natuurlijk. Ik ben ontzettend trots op dat programma. Ik heb wel eens eerder gezegd ook, als ik The Voice niet had gehad, dan had ik wel een tv-carrière gehad, maar niet op deze manier. Ik heb heel veel te danken aan The Voice. Het relletje rondom Lil Kleine, wat hebben jullie daarvan meegekregen? Ja, helaas heel weinig. Ja, daar balen wij wel een beetje van. Nou, dit heeft zich achter de baal dat zo naar buiten is gekomen of dat het gebeurd is? Dat we er niet bij waren. We hadden daar best bij willen zijn. Ja. Ze vechten ook echt om de talenten. Martijn is er ook denk ik al aan gewend, maar ik kom er voor het eerst bij. En dan bekijk je het ook als tv-kijker en dat knettert. Dat knettert tussen alle vier. Daar staat een onwijs goede kandidaat. Ja, die willen ze alle vier hebben. En de één botst harder dan de ander. Dan met ik wil hem, nee ik wil hem. Wel eens een incidentje tussendoor. Nou, het is zoals eerder gebeurd hoor. Er zijn ook andere coaches die het gewoon niet eens waren met elkaar. En dat moet dan even worden uitgepraat. En dan heb je net deze twee, hè? Ja, en dan heb je net deze twee en dan hebben we er geen beeld van. Dat is natuurlijk zonde. Dat is wel jammer. Zijn er coaches waarvan je denkt, nou die zou ik wel heel graag terug willen? Treintje. Die trok toch een hele eigen stroom soul-talent naar het programma toe. Ik heb van Nick en Simon heel erg genoten altijd. Dat was echt vreselijk leuk. Hoe lang ga je dit nog doen? In ieder geval de komende 3 jaar. Dat heb ik afgesproken. Dus dat is deze serie en dan nog 2 daarna. En dan ga ik ervan uit dat Chantal ook met jou de komende 3 jaar is. Ik hoop het wel. Ja, dat hoop ik ook. Ja.